Oké, nou, mijn naam is Michael en ik kom uit Den Haag en ik ben 15 jaar oud. En ik doe mee met ouders omdat de muziek al, ik wacht hier al 5 jaar op en muziek is mijn grote passie. En het wilde ik aan de mensen laten zien en ik hoop dat uitkomt, zeg maar. Nou, ik wil gewoon laten zien dat dikke mensen ook kunnen zingen en dat je niet, zeg maar, mensen hoeft af te katten dat ze dik zijn. Het gaat hoe ze zingen, maar niet hoe ze eruit zien. Ze moeten er wel goed verzorgd uitzien. Maar als ze dik zijn, dat is voor mij geen probleem. Ik ben wel zenuwachtig, maar dat komt niet daardoor. Hallo. Hi. Hallo Michael. Ik ben Michael, ik ben 15 jaar oud en ik kom uit Den Haag. Jo. Ja. Kan je het horen? Ja. Je hebt al één fan. Die komt ook uit Den Haag. Kijk nou. En ik ga zingen And I'm Telling You I'm Not Going van Jennifer Holliday. Maar waarom in dat liedje? Dat is zo moeilijk. Nou, ik denk dat ik mijn intensiteit kan uittonen en die krachtige van mijn stem. Dus. Oké, dan ben ik benieuwd. Ja. Ga je gang. And I am telling you, I'm not going. I'm the best man you ever knew. There's no way I could ever go. No, 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 no way. No, 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 no way. I'm living without you. I'm not living without you. I don't want to be free. I'm staying in you. You're gonna love me. Yeah. Ik ben de moeder dan van Mike. Nou, ik hoop dat ze positief over hem denken. En dat hij natuurlijk doorgaat. Maar hij was ook bang voor Johnny, hoe heet ze nou ook weer? Johnny Kaagman en aan de ene kant voor Gordon. Omdat hij een beetje fors is natuurlijk. En dat is eigenlijk een beetje wat hem tegenhoudt. Maar hoop wel dat hij doorgaat. Ja, nou, wat moet ik hier nou van zeggen, Michael? Ik kan alleen maar zeggen dat je hebt een goede stem. Maar er zijn een paar dingen die niet kloppen bij het logo van Idols. En dat weet je zelf ook wel. Ik heb gehoord dat je op een dieet bent. Ja. En wat ik bedoel, voor 15 jaar ben je natuurlijk veel te zwaar. Je had even je jas dicht moeten doen. Ja, dicht. Maar dat niet alleen. Maar ik bedoel, maar dat is. Nee, maar dan zit zijn skelet zo. Ja. Lijken heel slank. En als je bijvoorbeeld een toon zet, dan gaan heel je wangen ook trillen. Dus dat is ook niet echt bevorderlijk. En we zoeken toch een idol. Ja, als hij niet doorgaat, dan kan hij alsnog kijken waar hij verder als verder rest kan komen. Ik wil hem wel een kans geven. Ik vind als iemand zo zingt en vol gas bezig is, dan wil ik het nog wel. Ik zal echt mijn best doen met afvallen, want dit is echt mijn streef voor 5 jaar nu al. Echt waar. Wil je nu afvallen? Wat zegt u? Wil je nu afvallen? Nee, ja. Ik ben echt heel erg bezig met afvallen. Ik train 3 keer in de week met fitness. Ja. En ja, het gaat echt heel goed. Dus. Hij is ook leuk als die lacht. Ja, heel leuk. Ja, die theaterrondes die zijn in november. En die zijn heel heavy. Die zijn heel zwaar. Ja, maar dan. Net als jij. Nee, maar dan ben ik dus wel wat afgevallen als u me toevallig een kans geeft. Toevallig. Maar ik vind wel dat hij een soort kracht uitstraalt. Vind ik ook. Dus omdat hij die stem heeft en die kracht, zeg ik dan toch ja. Ik John? Ja. Ik doe mee. Oké, yes. Michael. Verkocht. Dank u wel. En doe er wat aan, hè? Ja, en haal op met het gevreet. Ja, nou ja, hoor je me? Ja. Gewoon normaal groente eten. Ja. Weg Gordon, met die Max en noem maar op. Oké. Okay. Maar hij heeft wel gelijk. Ja. Through a storm. Hold your head. Ja! Ja! And don't be afraid. Oh, the dark. Through the rain, oh God.